Supergoed dat je kijkt naar een nieuwe Talent Tuesday show. Met deze week de topschutter van Ajax onder 19. En ook de topscorer van eigenlijk de hele jeugdopleiding van Ajax. Brian, Robbie. Brian, chill dat je er bent. Ja, ja, leuk, leuk. Ja, vind je het leuk? Zeker, zeker, zeker. Heb je al wel eerder zo'n studio iets gedaan? Dan denk je wel van, oh, een beetje zenuwachtig. Klein beetje zenuwachtig, klein beetje. Dat mag, dat mag, dat mag. Al moet ik wel zeggen, je bent een man van veel goals. Ja. Ben je ook een man van veel woorden? Nee, nee. Praat weinig. Ja? Ja? In de kleedkamer dan? In de kleedkamer ook, praat weinig. Nou, dat geloof ik niet helemaal. Ik hoor van andere ja, ik hoor van andere jongens dat je wel af en toe wel praatje hebt. Af en toe babbeltje, maar ja. Hey kerel, wat is jouw bijnaam eigenlijk? Ja, ik zie op Instagram komen, Bro Beast. Waar komt dat vandaan? Ik zou het echt niet weten. Ik weet het wel. Hoe dan? Nou ja, kijk wat naast me zit. Je bent gewoon een beest, man. Het is wel een mooie bijnaam, vind ik. Ja, dat is een mooie bijnaam, ja, zeker, zeker. Voor de mensen die hem niet kennen, ik kan me bijna niet voorstellen, want je speelt al 8 jaar in de Ajax jeugdopleiding. Scoort aan een lopende band door als een malle. Maar toch gaan we even kijken naar een compilatie van jou de afgelopen 8 jaar. Is goed. Dit is Brock Beast. Helemaal voor de fans. Brian Robbie en de score in de 5 minuten. Bal draaien. Brian Brobby razendsnel en scoort de 3-2. Het is een topspits. Nou, 3 maal scheefrecht voor hem. Oh, wat schitterend uitgespeeld. Brian Brobby. Lichaam gebruiken Brobby voor de 1-0. Ja, daar is hij. En dan doet hij het uitstekend. Brian Brobby. Komt erin Brobby, goed gedraaid. En dan is het best al raak. En ook nu. Gaat weer richting Brobby en dat is 3. Allemaal voor de fans. Brian Brobby komt Ajax naar de halve finale. Brian Brobby scoort zijn 3e treffer. Van mij nu. Brobby, wat een schitterende goal. Brian Brobby. Man, daar Brobby en de 1-1. Voorzet in de richting van Brian Brobby. Brobby en die scoort 3-0. Hij kan de tegenstander zo goed weghouden van de bal. Allemaal voor de fans. Allemaal voor de fans. Ja, 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 ja. Is ja. Dat een beetje je stopwoordje? Dat was vroeger. Ik vind het, je moet wel lachen, ik vind het mooi. Hey, maar ik zie ineens door goals. Ik denk dat we nog wel een half uur door hadden kunnen gaan. Klopt. Hoeveel heb je wel niet gescoord de afgelopen 8 jaar? Ik zou het echt niet weten, ik hou het niet bij, maar veel. Echt veel, ja. Toch wel veranderd, als klein jochie gegroeid. Ryan Gravenberg is een vriend van je? Ja. Samen ook heel veel in het team samen gespeeld. Ja. En op een gegeven moment verscheen er een foto op de Ajax Instagram. Ja, ja, ja. En daaronder reageerde jij nog. Ja, 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 ja. Weet je dit nog? Ja, ja, ja. Ik zat gewoon te lachen. Weet je, keeper was toch. Toen zei AFC Ajax, pas op Brian. Ook foto's van jou hebben. Wat dacht jij toen Ajax dit reageerde? Ik dacht van, oh. Dacht je, oh shit? Ja. Hoeft niet, kijk mee. Kijk, door de jaren heen. Kijk eens wat een lief klein Briantje dit is. Weet je nog wanneer dit is? In de F1, ja. F1. Ja. En hier? Samen met Ryan. Vet, vet, vet. En hier zie ik er nog één? Ja, die van de V-toernooi. Je weet alles nog wel goed. Ja, 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 ja. Ja, aanvoerder. Aanvoerder? Ja, ik was aanvoerder daar. Hoe is dat? Is dat leuk? Ja, dat is wel leuk. Dan kan je een beetje mensen coachen en zo, maar... Ben je er goed in? Want aan de andere kant zeg je van, niet een man van veel woorden. Hoe doe je die coaching dan? Ja, gewoon straight. Gewoon straight zijn tegen elkaar. Duidelijk. En dan luisteren teamgenoten ook wel naar je? Ja, zeker. Ook hier kijk je ook weer mooi. Ja. Mooie kopbal. En kijk eens, hier misschien wel de allerliefste waar we mee eindigen. Wat een lief jongetje ben jij. Zeker, zeker. In principe weinig veranderd. Of ben je eigenlijk niet lief? Knap ook ben ik. Je bent ook wel knap, ja. Dat klopt. Dat moeten de chickies ook wel... Ben je nu klaar voor iets waar je eigenlijk een beetje tegen op zag? Wat bedoelt u? Dinsdag dilemma's. Ik ben er klaar voor. Weet je zeker? Zeker. Oké, Brian. Alles wat je zegt is een kermiskreet. Ja. We zijn er klaar voor. Of Heitinga. Ik wil invallen. Of elke ochtend eet je een patatje mayo als ontbijt. Oeh. Dan kun je eentje kiezen. Je moet. Want ik weet, gezondheid is belangrijk voor jou. Dan, goed eten. Het eerste. Ja? Ja, 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 ja. Waarom niet dan patatje mayo iedere ochtend? Ja, ik vind patat sowieso niet lekker. Het is meer. Echt? Ja, ik vind het niet appelmoes dan? Nee, ook niet lekker. Wat eet je dan? Meestal poffertjes.
Een beetje voor de koolhydraten, begrijp ik. Poffertjes? Ja. Maar is dat gezond? Maar dat voor de koolhydraten. Oké. Okay. Dat heet ook pannenkoek. Dat mm-hmm. is een beetje hetzelfde, toch? Ja, dat is wel chill. Ja. Oké, okay, poffertjes, wel vet. Dat had ik niet verwacht. Ja. Alles voor de fans. Oké, okay, de volgende. Als je iemand tegenkomt, moet je hem over zijn bol aaien. Ja. Altijd zo. Ja. Of je mag je haar nooit meer knippen. Mijn haar groeit sowieso niet. Dus nee, maar ik zou wel aaien gewoon. Gewoon over de bol aan. Ja, ja, ja. Maar ook als je Heitinga ziet, hey Heitinga. Ja. Hé, hey, Van der Sar, hey, dat doe ik altijd bij Simon Tamata, dus. Ja? Ja. Oké, okay, dan houden we iedereen. Ja. Goeie, maar je haar groeit niet meer? Nee. Prima kapseltje. De laatste. Je wordt twee keer zo klein of je wordt twee keer zo langzaam? Twee keer zo klein. Zo. Ja, ik heb snelheid nodig. Zeker. Dus twee keer zo klein? Ja. Lijkt het je niet raar? Ja. Je bent geslaagd, vind ik. Ja? Ja, vind ik wel. Vind ik ook. Ja, lekker toch? Knappe boy. Tuurlijk. Hey, maar we gaan nu naar een ander onderdeel wat ik heel erg leuk vind. Want jouw teamgenoten hebben jou omschreven. Ja. We gaan kijken naar Sailing with a Smile. Stomme Arab. Ik kan altijd om Brian lachen. Ja, altijd een beetje met fun. Brian zit altijd op zijn telefoon. Hij zit gewoon altijd op zijn telefoon. Altijd. Twee woorden, super snel. Super sterk. Super snel. Super sterk. Hij prikt veel. Hij prikt altijd. Hij is een monster, hè? Hij is super snel. Welke vindt jij het meest kloppen? Dat ik veel score en dat ik super snel ben. En monster? Ja. Waarom denk je dat ze zeggen dat je een monster bent? In het veld ben ik, ja, vind ik mezelf wel een beest, ja. Ja. Hoe blijf je dat beest volhouden dan? Gewoon door blijven gaan. Maar wat maakt jou een beest? Sowieso voor de wedstrijd je tegenstander boos aankijken, sowieso. Gewoon recht in de ogen? Recht in de ogen. En boos kijken. Maar ik word er bijna bang van. en doe eens voor hoe je dan echt... Gewoon serieus kijken, goed. Gewoon dus dit eigenlijk. Ja, serieus kijken, goed. Wel goeie. Ja, wel goeie. Die intimideert wel. En je team doet hetzelfde op de training of... Nee. Niemand is bang voor mij. Waarom niet? Nee, ik ben gewoon chill met iedereen gewoon. Ik hoef niet bang te zijn. Ah, gelukkig. Ik hoef ook niet bang te zijn. Nee, zeker niet. Oh, gelukkig. Nou, misschien wel als ik je de volgende vragen stel. Maar je bent een beest. Ja. Spierballen. Echt, heb je grote spierballen? Jawel. Sixpack? Jawel. Ja. Laten zien. Ik zal laten zien. Ja. Oh, Jezus. Dat is wel lekker, hé. Ja, dat is zeker lekker. Maar dit doet hij dus weer. Alles voor de fans. Dat is toch lekker dat je dat doet, man. Nu heb je nog wel eens wat tegenstanders die wat minder fysiek sterk zijn. Ja. Hoe denk je dat het is als je eenmaal in Ajax 1 zit en ook echt moet spelen tegen andere sterke verdedigers? Ja, dat het gewoon sterk op sterk gewoon toch. Ja. Als je zometeen een verdediger van 33 uit Argentinië tegenover je hebt, kan je dan nog wel die goals blijven maken? Zeker. Ja, alle vertrouwen. Gewoon helemaal overtuigd van jezelf? Ja. Dat is toch lekker? Ik ben ook wel benieuwd, hè? Die jongens zeggen sterk, monster, tof. Maar ze zeggen ook altijd op zijn mobiel. Niet meespieken op mijn kaartje. In hoeverre zit je altijd op je mobiel? Ik ben altijd op Instagram, ja. Ja? Wel, ja. Ja. Wat ben je allemaal aan het doen? Kijk op foto's. Liken? Nee, ik like niet zoveel, Je wordt geliked? Ja, dat wel. Ik krijg wel volgverzoeken, ja. Vind je het leuk? Ja, soms reageer ik ook wel. En maar als die jongen zegt, hij zit altijd op zijn mobiel, ben je dan ook bijna irritant vaak op je mobiel, dat je gewoon niet luistert dat de juf soms op de toekomst wat zegt of de trainer en dat je gewoon denkt, ja, wow. Nee, als de trainer komt, haal ik hem weg. Maar de juf? Nee, de juf niet. Dat vind ik mooi. Je zegt nu dat je best wel veel aandacht krijgt. Word je ook op straat wel eens herkend? Af en toe, ja. Wat zeggen ze dan? Hé, hey, Brobby, jij gaat het maken, blablabla. Ja, is wel mooi om te zien. Ja, vind je leuk? Ja, zeker. Maar af en toe denk je er ook wel, yes, mensen vinden me... Ja, sowieso, maar gewoon sowieso jezelf blijven. Ben je ook wel eens op YouTube je eigen goals te gaan kijken? Ja, tuurlijk. Hey, die aandacht werd natuurlijk ook groot bij de Future Cup. Future Cup, ja. Daar scoorde hij ook op los. Is dit echt een Brian Brobby goal? Ja, dit wel, ja. Bal krijgen, wegdraaien. Ik moet zeggen, voor dit toernooi, de Future Cup, zei jij, ik wil topscorer worden met 6 goals. Ja. Is dat gelukt, Brian? Nee. Wat is er gebeurd, Brian? Nadie werd topscorer. Wat vond je daarvan, Brian? Ja, ik vond het wel mooi voor hem. Ik kwam ook door mijn assist. Ik wil het zeggen. Ik vond het mooi voor hem.
Ja? Ja. Dan kan je dat wel gunnen. Je kan hem zeker gunnen, ja. Kan je nog wel genieten dan van een wedstrijd waarin jij niet scoort? Nee. Ja. Dat moet gewoon niet. Ja, dat moet echt niet. Maar als het dan gewoon, als je met 10-0 wint, en toch? En je hebt 3 punten, maar Brian Brobbey scoort niet. Wat denk je na zijn wedstrijd? Ja, dat praat ik even tegen niemand. Als spits wil je natuurlijk altijd scoren. Als je 10-0 wint, je hebt niet gescoord. Dat is niet goed. We gaan er straks nog even over doorpraten, want in de Youth League ging het wat minder met scoren. Ja. Zit je dan ook echt een paar weken wat minder goed in je vel? Nee. Ja, ik sprak gewoon met de trainer toen. Hij zei, goals komen wel vanzelf, dus blijf goede dingen doen. Ja. We gaan wat beter kennis met je maken. We gaan naar Mike Picks. Ja. Ga ik je voor alles vragen. Is goed. Let's get it. Je mag gewoon snel reageren, man. Je favoriete app? Instagram. Waarom moet iedereen jou volgen, Brian Brobbey? Dat ik hele leuke foto's post. En dat ik binnenkort de foto ga plaatsen met mijn vrouw. Ja, maar dan gaat iedereen je niet meer volgen. Ja. Dan gaan alle meisjes weg. Nee, ik wil maar één meisje dus. Ja. Prachtig. Ja. Dus dat wordt de reden waarom iedereen jou moet volgen? Ja. Oké, volg hem, Brian Brobbey, op Instagram. En je favoriete muziek? Ja, dat doe ik SFB gewoon. Ja? Ja? Welk nummertje? Die sta je hier. Oh, die is goed, maar die is met Ronnie toch? Ja. Nu sta je hier, nu sta je hier. Ja, dat vind ik ook een vet nummer. Je favoriete eten? Pasta bij Ajax wel lekker. Die is hier gewoon maken? Ja. Ja, maar je helpt toch af en toe ook in de kantine, of niet? Ja, mijn stage is dat. Die jaar was een beetje, vind je het leuk? Nee. Ik vind dit eigenlijk niks. Nee? Wat moet je doen dan? Ik moet eten klaarzetten voor Jong Ajax en zo. Ja. Maar dat vind je niet chill? Nee. Waarom is het dan niet leuk? Ik doe dat liever niet. Maar zo zie ik wel hoe die mensen werken bij Ajax. Mm-hmm. Dat ze hun best doen gewoon. Maar doe jij je best ook? Ja, ik doe wel mijn best als ik het doe. Goed zo. 100%. Dat is vet. Je favoriete game? FIFA. Je bent niet zo goed in? Zeker ken ik, hè? Brobbey. Zoals je weet heb je nog nooit van mij gewonnen met FIFA 19. Dus blijf oefenen, pik. Is zo wat slow. Ken het. Heeft hij gelijk, Ken het hele? Ja, zeker gelijk. Je bent gewoon bagger. Nee, ik ben echt goed, maar Ken het is een ander niveautje. Ja. Maar hij speelt ook altijd, hè. 24-7, altijd. Ga je nog een keer van binnen? Ja, sowieso. Ja. Nou, nee. Ja, hij is ja. Beter. Ja. Als we serieus gaan spelen, ga ik binnen. Dus je zegt dat je best niet doet? Ik geloof er niks van. Hij is gewoon beter. Waarom geef je niet toe? Nee, hij is niet beter. Ja, oké, ik ben benieuwd. Ik wil uitdagen. Wat is een voetballer waar we jou mee zouden kunnen vergelijken? Een spits op de Europese topvelden bijvoorbeeld? Denk Drogba. Ah, die had ik nog niet gedacht. Die is goed. Ja. Dat is een goeie. Hele die is laatst gestopt trouwens, hè? Ja. Maar is dat ook echt een voorbeeld voor je? Ja, zeker. Chelsea later? Ik had Chelsea? Nee. Oh, dan gaan we heb je wel een clip in je hoofd? Ja, zeker. Daar gaan we het zo meteen over hebben. De mooiste vrouw? De mooiste vrouw is mijn moeder. Dat is mooi. Maar is zij de liefste vrouw of de mooiste vrouw? Alle twee. Ze helpt me in alles toch? Ja. En wat doet zij om jou te helpen zodat jij ook gewoon hier lekker gefocust bent? Ze maakt eten voor me en zo toch? Ja. Maar is dat eten beter dan de pasta hier? Of? Zeker. Toch wel? toch wel. Wat is het lekkerste wat je moeder maakt? Ik denk nasi kan ze wel goed maken. Ja. Die is lekker, hé. Zeker. En wat is de lekkerste vrouw? Want ik wil op de achtergrond even een foto van een mooie vrouw. Doe maar Rihanna is wel lekker. Die is goed. Ja, die is goed. Ja, is mooie goed. Oogjes, ja, mooie rondingen. Ja, zeker. Is dat de droomvrouw van je? Nee, ik heb al mijn droomvrouw. Echt? Ja. Lijkt ze erop? Nee. Hoe ziet ze eruit? Een beetje licht, je weet toch? Mooie lichaampje, mooie meisje. Wat is je, dat kan ik eigenlijk niet. Ben je je favoriete broer? Nee. Ik heb iedereen. Dat had ik al verwacht, je had gezegd. Leg even uit, want we hebben een paar foto's van je broer gevonden. Ze zijn allemaal voetballers. Ja. Wie zijn het? Nou, die broer Samuel. Ja. En Kevin, waar speelt hij, Samuel? Almere. Oké. Kevin, ook Almere. Mm-hmm. En Derek Herta. Hoe komt het dat al deze boys, inclusief jijzelf, allemaal in de profvoetbal zitten? Ja, we hadden gehoord van voetbal. Iedereen is begonnen bij AFC. Mm-hmm. Ja, ik hou er nog wel veel van. En wie is nou de beste op dit moment? Ik wel. Ja, denk ik wel. Dat zeg je zonder enige... Ja, zonder moeite. En zegt ze dat zelf ook? Ja, Derek zegt het wel vaker, ja. Die hebben vertrouwen in jou? Ja, zeker. Kom je ook wel eens kijken bij wedstrijden? Ja.
Alleen derde keer het nu een beetje druk. Mm-hmm. Maar die natuurlijk komt wel vaak. Die linker ben jij? Nee. Huh? Dat weet ik niet. Ik speel nooit bij AZ. Hè. Oh, wie is dat dan? Dat is mijn broer, Kevin. Lijkt wel veel, toch? Klein beetje. Wat is het leukste wat jullie af en toe doen? Gaan jullie wel eens uitstapje? Nee, man. Ik ben vaak thuis. Gewoon thuis. PlayStation. Ja. Dan ben je weer ingemaakt met FIFA. Daar ben ik wel de beste in. Ja, met wat dan? FIFA, daar ben ik wel echt wel de beste in. Nee, je broers zijn dan niet zo goed? Ze zijn echt slecht. Ja. Hey, top. Hey, we gaan even kijken naar de volgende rubriek. Er zijn namelijk ook verschillende wedstrijden gespeeld de afgelopen 2 weken op de toekomst en daaromheen. Een kleine samenvatting. Ajax onder 19 laat in de Youth League tegen Benfica een zegen door de vingers glippen. De ploeg van John Heitinga komt op een 3-1 voorsprong, maar kan deze niet vasthouden. Door het gelijke spel is het wel dichtbij overwintering in de Youth League. In de competitie gaat het een stuk makkelijker. Thuis wordt er namelijk met 5-0 gewonnen van FC Volendam. Hierdoor blijft de ploeg bovenaan. Schitterend gedaan van Kenneth Taylor. Ajax onder 14 verliest op de toekomst de mini-klassieker met 3-2 van Feyenoord. Daardoor staat het nu op een 5e plek in de competitie. Hoogtepunt van de wedstrijd is deze schitterende goal. En dan Johnny Ajimbax. Schitterend doelpunt. De Ajax-vrouwen gaan op bezoek bij koploper PSV onderuit met 1-0. Door de nederlaag staat de ploeg van Benno Niom nu derde, met 6 punten achterstand op de Eindhovenaren. Ajax onder 16 wint nipt met 1-0 van ADO Den Haag. Een overwinning was hard nodig na de eerdere nederlaag tegen Vitesse. Door de overwinning staat de ploeg van Cedric van der Gun weer tweede achter AZ. Ajax onder 13 wint vrij eenvoudig met 4-0 van Feyenoord en doet dat met fraaie goals. Nog steeds Cornado. Loopt, kijkt, schiet. Oh, wat een heerlijk doelpunt. Dan Joey Verkel, linksback, mee naar voren gekomen. Kijkt, schiet en... Ho, wat een schitterende goal. Daarmee blijft het in het spoor van koploper AZ. Ajax onder 17 komt thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen AZ onder 17. Define Rens opent te scoren, maar vlak voor tijd wordt het toch nog 1-1. De ploeg van Dave Vos was goed bezig na overwinning op NEC en Excelsior. Maar door het gelijke spel is Vitesse nu op doelsaldo de nieuwe koploper. Als je jong bent, worden er af en toe wedstrijden gefilmd. Ja. Wat vind je daarvan? Vind je dat leuk als er wat meer aandacht bij een wedstrijd komt kijken? Ja, zeker. Ja. Dat is wel mooi. Dan kan je de wedstrijd lekker terugzien. Dat gaan we nu ook doen, want we hebben jou gevolgd naar Lissabon. Toen de wedstrijd tegen Benfica uit. Ik zag hem altijd in het filmen, toch? Die jongen daar achter de camera. Ja. Die ziet de rest thuis niet. Dus, maar je mag het zo meteen zeggen. We gaan kijken naar de wedstrijd van Brobriest, zo wil ik je gewoon noemen, tegen Benfica. Heeft hij goed gedaan. Hoe kijk je erop terug, 3-3? Dat is een lastige potje. De eerste helft vooral. Met druk zitten was het wel lastig. Maar in de rust kwamen we weer goed terug. En waren we echt veel beter dan Benfica. We hadden misschien 4 of 5 keer moeten scoren. Tja. Je scoort wel? Ja, ik scoorde wel. Goede goal.
Ik moet ook even zeggen, had je hem nodig, deze goal eventjes? Ja. Je ziet het ook, ik was heel erg blij. Ja. Naar die goal. Ik had een goaltje nodig in de Youth League. Want de afgelopen 3 wedstrijden had je niet gescoord. Nee, kan eigenlijk niet, hè? Nee. Hoe kan dat dan? Ik zou het echt niet weten. Ik denk dat het pech is. Ja? Ja. Lat. Je ramt die lat gewoon kapot. Ja, hier. Maar in de competitie doe je het goed. Ja. Je hebt vorig seizoen ook ontzettend veel gescoord. 34 goals, dus goed. Ja. Dit seizoen al 11 goals in 9 wedstrijden. Ja. Hattrick hier tegen NEC. Hoe lekker is zo'n hattrick nou? Echt heerlijk. Ik kan de bal ook meenemen naar huis. Ja. Hoe vaak heb je een hattrick gescoord dan? In de A1 al 2 keer. Mm-hmm. 2 keer bal meegenomen. Die mag je die ballen meenemen? Ja, van trainen mag het, ja. Dat is een vet extra motivatietje. Ja. Waar bewaar je die balletjes? Thuis. Heb je je vitrine? Nee. Ga je die wel maken? Zo'n kast waar je al je trofees en je ballen en je bekers in kan zetten? Ja, later denk ik, later. Je eigen postertjes. Ja. Wat is je doel voor dit seizoen? Ja, ik wil sowieso meer dan 34 goals maken. Misschien 35 goals, eentje meer. En ja, dat we de competitie winnen natuurlijk. Maar besef je wel hoe bizar veel het is? 35 goals. Ja. Een soort mini-Ronaldo hier om te komen. Veel, ja. En als we terugkijken naar die Youth League. Ja. Wat leer je dan meer van de Youth League dan de Nederlandse competitie? Ja, Youth League is wel veel zwaarder. Veel meer loopjes maken en zo. En daar op zo'n kamertje in Lissabon. Ja. Met wie lig je op de kamer? Kenneth. Ja? Kenneth, maar het geeft FIFA bij zich. Ja. Wat hebben jullie dan gedaan die avond? Ja, Nagy had wel FIFA bij zich en ik had verloren, ja. Alweer? Ja. Huilend op de kamer? Nee, maar ik was niet serieus. Zeg je altijd. Ik was echt niet serieus. Waarom zeg je niet gewoon, ik ben gewoon niet goed? Nee, ik ben echt goed, man. Je bent niet goed, je durft niet toe te geven. Ik ben echt goed. Als ik een potje speel, denk ik dat ik win. U? Nee. Echt niet. Nou, oké, het zal allemaal wel. Ben je vaak zenuwachtig? Af en toe. Weet je nog de wedstrijd tegen Jong PSV? Ja. Waar je voor Jong Ajax je eerste minuten maakte. Ja. Omschrijf eens wat je dacht toen je erin kwam. Ja, ik was wel een beetje zenuwachtig. Ik verstond er 2 volgens mij. Mm-hmm. Ik wilde graag een goaltje maken ook. Maar waarom was je dan zo zenuwachtig? Je lijkt niet een zenuwachtige guy. Ja, het zijn gezonde spanningen toch. Ja. Maar wel tof, wel trots op je debuut. Ja, zeker. Je speelt ook af en toe mee met de oefenwedstrijden van Ajax. Ja, eerste keer. Ja. En dan zie je ook dat Ten Hag meekijkt. Ja. Geeft het een extra druk? Nou, nee, je moet gewoon altijd jezelf blijven. Gewoon. En het veld ook gewoon. Goeie ding. Het werkt ook weer. Ja. Een hartstikke goede goal. Ja. Zegt Ten Hag daarna ook nog iets? Hij zei volgens mij na de wedstrijd goed gedaan, bro. Ja. Gaf hij me een hand. Doet dat iets met je dan? Ja, dat wordt een beetje blij toch. Denk je dan, ik zit net weer wat dichter tegen de... Nee. Ja, dat kan toch? Kan, maar nee. Dat mag toch? En meetrainen? Ja, dat doe ik ook. Al 3 keer volgens mij gedaan. Vind je dat spannend of gaat het gewoon lekker? Eerste keer was wel spannend, ja. Ja, eerste keer was wel spannend. Wie is dan de speler uit de Ajax 1-selectie waar jij het meest van wil leren? Ik kijk wel graag naar Huntelaar, ja. Ja. Hij kan heel goed afwerken met zijn linkerbeen ook. Dat probeer je dan ook over te nemen? Zeker. Ken je de volgende rubriek ook? Waar we tricks gaan doen met spelers? Ja. Set and Tuesday Tricks. Ja. Deze week hebben we het met de jonge Ajax vrouwen. Ja. Waarom moet je lachen? Ik zag het. Maar vind je het leuk? Ja, het is wel leuker. Doen ze het goed? Ja, zeker. Dan gaan we naar kijken, Brian. Hi, ik ben Lakisha, ik ben 17 jaar. Ik sta links of rechts buiten. Ik ga vandaag voor jullie de Lakisha's Rainbow Flick doen. Hoi, ik ben Willianne. Ik sta links of rechts buiten en ik ga 5 keer achter elkaar rondje wereld doen. Lekker! 5 keer toch? Ja, 5 keer. Hallo allemaal, ik ben Kirsten van de Westering en ik heb de Darnout truc voor jullie gedaan. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden en stem op mij. Hallo allemaal, ik ben Jonne van der Velde, ik ben 16 jaar en ik speel rechtshalf bij het Ajax Talent Team. De truc die ik ga doen heet de Bujonna. Vond je het niveau een beetje goed van de meiden? Ja. Ik zie jullie trouwens ook wel eens reageren, daar wil ik zo meteen even over hebben. Waar? Over die meiden. Maar goed, we gaan eerst naar de uitslag. Ja. Khaleesi Eiken is 4e geworden. Ja. Jonne van der Velde, 3e. Ja. 2e, Willianne te Beek. En 1e, Kirsten van der Westering. Had je dat verwacht? Ja, ik had het verwacht. Is wel goed, hè? Ja. Vind je het leuke dames? Ik ken het niet zo goed. Aardig.
ken het niet zo goed, ja. Ik vind het zo mooi. Maar ik zie soms van je boys van jullie team, die reageerden er zo onder. Ja? Ja, laatst reageerde iemand die zei, hé, lekker wijf. Ik weet Zontje. Zontje en Noah, ja. Oh, schitterend man. Hé, we gaan jouw toekomst bekijken. Ja. Dit is een moment waar iedereen op heeft gewacht. Heel de wereld kijkt mee. De toekomst van Brobby. We gaan er kijken. Ja? Ja. Jij mag gaan kijken, waar sta jij over 5 tot 10 jaar? Wat heb je bereikt? Dat ik zo mijn debuut in Ajax 1 heb gemaakt. Mm-hmm. En dat ik daarna naar Engeland kan gaan. En Ajax 1, debuut. Hoe was jouw debuut? Ja, ik kom erin. Ze staan achter met 2-1. En dan scoor ik 2 goals. Oh, wat goed. Ja. Ik zag je ook echt met je ogen dicht even goed zo. Kijk, doe je ogen weer even dicht. Hoeveel goals maak jij in je eerste seizoen? Ik hoop op 15 goals. 15 goals. Ja. Hoe oud ben je? 19, 18. Ja. Niet nog wat sneller? Ja, goed, moet wel sneller, hè. 17, 18. Mooi. En hoe lang blijf je bij Ajax spelen? Jarenlang natuurlijk. Ja, het liefst zo lang mogelijk. Wat ga je winnen allemaal? Ik hoop veel prijzen. Landstitel, beker, ja. Champions League? Champions League, oh, dat wordt moeilijk. Ik hoop wel. Kan wel. En dan moet je Ajax misschien een keer gaan verlaten. Ja. Wat is je droomclub? Manchester United. Club, ja. Toch wel? Ja, ja, ja. Waarom vind je dat zo? Waarom is dat een club waar jij echt denkt, daar wil ik bij komen? Echt, gewoon echt een topclub. Mooie fans. Ajax ook, fantastische fans. En zou je nog een tussenstop nemen, denk je? Of is de Brobby zo ready dat hij gewoon van Ajax naar Manchester United komt? Het liefst gewoon direct naar Manchester United. De Lukaku wat je dan? De nieuwe Lukaku? Nee, de nieuwe Brobby. Oh, dit is hard. Dit is goed. Ik hou ervan. Met Oranje onder 17 ben je al Europees kampioen geworden. Ja. Hoe is de toekomst in Oranje voor jou? Ik wil daar ook in spelen. Zo. Dus je gaat van alles bereiken? Ik hoop het. En dit seizoen, hoeveel hat-tricks ga je nog maken? Ik denk nog 3. Nog 3. En op een schaal van 1 tot 10, hoeveel vertrouwen heb je eigenlijk in jezelf? Ik voel best wel een zelfzekerde man naast me. Ik heb wel 10. Veel vertrouwen. Hoeveel? 10. Een 10? Ja. Dat alles goed komt? Ja. Dat je niet in de kantine... Nee. Om terug te komen? Nee. Dan gaan we dat niet doen, man. En hoeveel goals ga je je hele carrière maken? Ik denk 250, zoiets. 250. Ja. Ik vind het fantastisch. Ja. Drogba, Lukaku, maar gewoon Brian Brobby. Dat wordt de nieuwe. Brian Brobby, ja. Lekker man. Dankjewel dat je er was. Over 2 weken zijn wij er weer. Vond je het leuk? Ik vond het heel erg leuk, ja. Waarom? Vooral leuk met u. Nou, dankjewel. Ik hoop dat jullie het ook vonden. Tot over 2 weken bij een nieuwe Talent Tuesday show. Dankjewel, boy.